Levenslange opsluiting is vrij erg. Normaal gezien wens ik dat niemand niet toe. Vroeger niet. En het is moeilijk voor te zeggen, nu nog altijd niet. Begin van de jaren 90 liet ze mij uitschijnen dat Freddy dus na 14 jaar toch eens een dag vakantie zou kunnen krijgen. Maar er is nooit iets van gekomen. Automatisch weten toch dat je gaat vrijkomen. Maar wij zelf, bij ons is het levenslang. Freddy Orion en zijn handlanger Roland Fenuil richtten in 1979 hun bloedbad aan in een villa in Sint-Amandsberg. Er vallen 5 doden, waarvan 4 leden van de familie Steyaert. 1 jaar later krijgen de moordenaars de doodstraf. Vorige week zag je in Historisch al een reconstructie van de gruweldaad. Dit keer onderzoeken we wat er daarna is gebeurd. Overgingen de verwanten van de slachtoffers, mensen die ook levenslang gekregen hebben. En wat gebeurde er met de daders? Wie was de man die zijn gezicht stevast verstopte achter een donkere bril? En vooral, wat had van hem een moordenaar gemaakt? Fenuil en Orion zijn ondertussen gevangenisveteranen geworden. Ooit zal er over een vrijlating gepraat moeten worden. Een gesprek dat na de affaire Dutroux bijzonder moeilijk dreigt te worden. De zaak Orion gaat ook over veel meer dan het individuele dossier van 2 moordenaars. Het gaat ook over recht en rechtvaardigheid in het algemeen, over de zin van gevangenisstraf en over de ketens die mensen over de generaties heen aan de misdaad hebben kunnen binden. Freddy Orion en Roland Fenuil hebben ook allebei een zoon zien ten ondergaan in de criminaliteit. Dave de Bok, de zoon van Orion, is geïnterneerd nadat hij een bejaarde had doodgeschopt. En toen we ons programma net afgewerkt hadden, stond in de krant het bericht van de dood van Jean-Marie Fenuil, zoon van Roland, bezweken aan een overdosis tijdens een dag penitentiair verlof. Dit is De Zaak Orion, deel 2, levenslang. In de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg zijn de slachtoffers begraven van de vijfvoudige moord. Er waren meer dan 1000 mensen in de zielemis. Onder hen eerste minister Wilfried Martens en burgemeester De Pape van Gent. Na de mis is een lange stoet naar het kerkhof van Zwijnaarden getrokken, waar de 5 mensen zijn begraven. Op de familie Steyaert, Mark de Krook en die op de winkelierster aan de Vliegtuiglaan heeft voor heel wat opschudding gezorgd. Op vrijdag de 29 juni had de wederzamenstelling plaats. In de voormiddag werd Orion naar de winkel van mevrouw Likachevski gebracht. Dankzij een goede samenwerking tussen de verschillende korpsen en diensten kon vrij vlug een verband gelegd worden tussen deze moorden. Procureur des Konings Bricourt en onderzoeksrechter De Jonge hebben deze wederzamenstelling geleid. Ik had een combi daar zien komen, ik had er hem niet zien uitstappen. Want daar stond er al vol met mensen van een BOB, van de politie. En ik zei ja, dat deed dan een keer vinden. Hè. George, de man van Leentje Litjacheski, krijgt de moordenaar van zijn vrouw niet te zien. Maar ja, van achter als George, hij zat daar in een annex, hè, zijn keuken en 2 slaapkamers. En hij moest daar blijven. Daar heeft de politie hem gewoon bewaakt. Meestal zijn zelden die weer de samenstellingen deden. Zou wat kunnen gebeuren, stelde hij in zijn plaats, dan zou je de moordenaar van uw vrouw ook willen kapot maken met de glimlach. Hè? Ja, ze hadden er zo een afrastering gezet. En daar stonden mensen die dat zagen zijn, die dat passeren onder werk of zo, die bleven daar staan. Hè? En hij kwam buiten en ze begon ze te roepen. Oeh, nee, riep, oeh, een ander riep, geen hem aan ons. Ja, had hij daar niet eens al het moment dat ze eraan kunnen, was hij wel aan. Hè. En dan zijn ze met die combi's weggereden, dan passeerden ze dan een trein. En dan had hij de combi hem daar opzij gezet. En die dokwerkers waren er naartoe gegaan en ze waren aan het schutten aan die not en ze wilden hem omkeren. Maar ja, dat was een gele bus met gendarmen. En de dieren dus dat belette. Uit de diverse verhoren is gebleken en alle feiten die Orion heeft gepleegd, dat hij nooit alleen handelde. Er was altijd iemand bij hem
Het zij als chauffeur, het zij als mededader, was altijd vergezeld van iemand anders. De speurders onderzoeken het tijdsgebruik van een van Horions vroegere medeplichtigen, maar het is een hels karwei, 5 maanden na de moord. De speurders moeten het onderzoek stoppen bij gebrek aan hard bewijs. Wanneer je Freddy Horion vandaag naar die eventuele tweede man vraagt, zegt hij eenvoudig geen commentaar. Tijdens de diverse verhoren die ik heb gedaan met Freddy Horion, zowel wat de feiten van de moorden betreft, maar ook een aantal andere zaken die hier niet te sprake komen, heb ik Horion nooit betrapt op één leugen wat betreft zijn aandeel. Wat me wel is opgevallen, dat is dat hij steeds zijn mededaders trachtte af te schermen en het aandeel van de mededaders op zich nam. Honderden nieuwsgierigen namiddags aan de Antwerpse Steenweg om een glimp op te vangen van de twee moordenaars Horion en Fenuil. De mensen die om wraak schreven, jouwden zelfs de politie uit die de moordenaars beschermde. Voor sommigen, zoals deze verkoper van hotdogs, was de reconstructie niet meer dan een zakelijke onderneming. De Antwerpse Steenweg was totaal afgesloten met nadaarafsluiting. Om de 10 meter stond er een politie die naar daar afsluiting moest vasthouden, want de massa was aan het drummen van als ze een schim opving van de gebeurtelijke daders, begonnen ze de naar daar afsluiting op te lichten en duwden ze vooruit. Maar gelukkig is er dan niets gebeurd, maar er was werkelijk een massa die stond te joelen voor die misdadigers. De vrijdagnamiddag heeft de wedersamenstelling plaats. Er is een enorme publieke belangstelling. Woede de menigte die Horion allerhande verwijten toeroept. Waarop dat Horion reageert ten overstaan van mij. Zegt: laat me maar los. Laat me maar aan de menigte. Ze mogen mij kapot maken. Ik heb het verdiend. Tijdens de wedersamenstelling met Horion en Fenuil komt er tot uiting dus dat er een discussie ontstaat over het doden van het jongste kind. Waar Horion altijd gezegd had dat hij het had gedaan, ontstaat daar een dispuut waarbij Fenuil dan bekent dat hij uiteindelijk het fatale schot heeft afgevuurd. Bij de wedersamenstelling verwerkt het publiek de schok van de zesvoudige moord op een klassieke en voorspelbare wijze. De familie Steijaard doet het op haar manier. In plaats van te vluchten, besluit ze het gruwelhuis terug te winnen voor het leven. Ja, ik ben hier komen wonen om de reden zelf. Mijn broer zelf heeft alles opgebouwd. En mijn moeder en mijn vader wilden niet hebben dat hier verder mensen kwamen wonen. En ik was toch die moment op zoek om het uit te breiden. En ze hebben gezegd, Yves, als wilt, moet natuurlijk niet, maar ik ben het liefst dat ik hier kwam wonen. Daarmee ben ik naar hier gekomen. Wij kwamen dus van een klein garage, een klein huisje. Geen tuin, want wij moesten dus altijd bij grootvader en grootmoeder gaan spelen in de tuin, recht over de deur. En voor ons werd dat dus ingelepeld als zijnde, ja, je gaat naar een nieuwe buurt, een nieuw huis, een groot huis, grote tuin, een nieuw garage. En dus wij stonden daar tegenover van, ja man, dat moet er iets prachtig zijn, dat moet een prachtige omgeving zijn. Dus voor ons werd dat dus in de mond gelepeld als zijnde, iets, een vernieuwing, maar op dat ogenblik wisten wij dus niets van de feiten af. Ja, mijn moeder zelf, die heeft die nooit niet gepasseerd. Alhoewel dat ze gevraagd heeft dat mij hier te komen wonen, maar passeren kon ze niet. Trouwens, de eerste nacht dat ik dat ik verhuisd ben naar hier, dat was van een maandagmorgen, de zondagavond. Omstreeks 11 uur s'avonds kreeg ik een telefoontje van mijn zuster. Mijn vader en mijn moeder waren aan het ween, ongelooflijk. Dat ze weer dachten, ons nief Hanna Henter is dat misschien ook vermoord worden. Daarmee zijn ik direct in de auto gestapt en weer naar het duidelijk huis geweest. Ik heb daar blijven slapen en de dag nadien heeft mijn vader gezegd, Hanna, zegt hij, we zullen dat wel overwinnen. Ik ben dat dus eigenlijk spontaan door de tijd ging eigenlijk te weten gekomen. Ook door het feit van het eerste jaar werden dus mijn ouders belaagd door het feit van interviews. En ook, dat werd dan ook spontaan voor ons weggestopt. Mijn moeder ging dan die interviews kopen uit boekjes enzovoort. En dan werd dat dan weggestoken in de kast. Maar als klein kind, nieuwsgierig enzovoort, op zoek naar nieuwe dingen, ontdek je dan zo ineens zo van, wat is dat hier? En
mijn ouders hier in een boekje, een interview enzovoort. En wat is dat allemaal? En dan ga je dan toch spontaan, geleidelijk aan, eigenlijk vragen stellen aan je ouders. Hè. En dan, ja, op een bepaald moment kunnen ze er niet meer van tussen. Dan moeten ze wel zeggen van... En dan begin je dat ook te beseffen. En ik moet wel zeggen, ik heb vrij vroeg beseft toch wat er hier gaande was. Ja, maar toch altijd vrij goed kunnen opnemen ook. Dat is wel een feit. Mijn vrouw die heeft niet naar kelder gaan. De eerste periode. Omdat ik alles zelf piek op heb opgekeust, dat het niet van spoor niet te zien was. Omdat ze toch, als ze een keer naar kelder binnenkwam, dat ze toch niets meer zo gezien hebben. Nadat het gebeurde hier, is mijn vader, voor hem te kunnen uitwerken, heeft hij gewoon een beeld gemaakt. Het eerste afgietsel, die staat bij mij hier op het hof. Dan heeft hij een blok Ardennen gekocht. Dat is ook een beeld dat ik nooit van mijn leven ga vergeten van mijn vader, die daar uren en uren en uren, ganse namiddagen, zelfs in druipregen, dat hij daar een bas over gemaakt had en al, zitten kappen. Hij heeft dat zelf volledig gekapt, alhoewel hij nooit of nooit niets gedaan heeft in beeldhoppenkunst. En dat was mijn gedachte voor hem te kunnen uiten. En dat beeld is genoemd Stel Verdriet. Dat is dus geplaatst op het graf op Zwijnaarde, zal er een vroeger ligt. Orion wacht zijn proces niet gelaten af. Hij zal geregeld van zich laten horen. Het is het begin van de Orion-mythe. Na de noodgeval op de familie Steyaert zijn dus Verneuil en zijn vriend Orion aangehouden en verbleven in de gevangenis te Gent voorlopig. En dan in die periode heeft Verneuil dit wapen gemaakt uit een soort karton voorhanden in de ateliers. Heeft er dit pistool van gemaakt om dus de bewakers te kunnen in bedwang houden bij een eventuele ontvluchting. Freddy Orion duwt het kartonnen pistool onder de neus van een cipier. Met de man als gijzelaar bevrijdt hij Verneuil en een paar anderen. Twee daarvan kunnen echt ontsnappen. Maar Orion en Verneuil zelf vinden geen uitgang. Ik hoor langs de dienstradio dat er een panieksituatie is ontstaan. We begeven ons onmiddellijk naar de gevangenis, mijn collega en ik. Waar we vaststellen, dat, of medegedeeld krijgen, dat Freddy Orion op het dak zit in bezit van een wapen. Op dat ogenblik heb ik hem toegeroepen, Freddy, smijt dat wapen naar beneden. Hij heeft dat onmiddellijk gedaan. Ik heb hem gezegd, blijf zitten, ik kom bij u. Ik ben met een cipier tot op het plat dak geraakt. En dan waren zijn eerste woorden naar mij toe, is Roland weg? Want hij aanzag Roland Verneuil als een slachtoffer dat hij had meegesleurd in die moord. Voor de gijzelingsactie krijgen Orion en Verneuil later 4 jaar extra. Op 8 december 1980 begint hun assiseproces in Gent. Dat was volstrekt hopeloos. Ja. Wij vonden... Ik heb dat ook aan de moeder onmiddellijk gezegd en ook aan Roland Verneuil gezegd. En iedereen besefte dat het lijden dat aangericht was zo enorm was dat het een hopeloze verdediging was. Ja, ik zou er zelfs durven bijvoegen. We zijn nu in een periode waarin men zeer veel over de slachtoffers spreekt en terecht. Toen hebben wij reeds vanuit de verdediging heel duidelijk, John Bulting en ik, en ook chef Vermassen voor Orion, wij hebben niet opgehouden om te zeggen, wij weten zeer goed het lijden, het leed dat hier aangericht is. Maar we zijn in een rechtsstaat, we zijn in een hoogbeschaafde rechtsstaat. Hoe is het weer al? Iedereen heeft het recht om verdedigd te worden. Men was zodanig tegen ons dat het de enige zaak in mijn leven is geweest waar ons politiebescherming opgelegd is. Er werden dreigbrieven gestuurd naar de advocaten enzovoort. En we kregen continue politiebescherming. De mediabelangstelling voor het proces is overweldigend. Publiek en pers willen alles weten over de doders, vooral over Orion. De jury luistert naar zijn biografie. Freddy Orion is een arbeiderskind uit Gent. Hij verliest zijn moeder wanneer hij nog geen 3 jaar is. Hij heeft allerlei fysieke problemen die van hem een gecomplexeerd kind maken dat vaak gepest wordt. Orion heeft dus als kleinkind een operatie moeten ondergaan, als was maar enkele maanden oud. En zijn hoofd die begon scheef te groeien en dat moest geopereerd worden.
Als jongere heeft hij een paar ongevallen die littekens in zijn gezicht achterlaten. Hij wordt daardoor geobsedeerd en camoufleert ze met lang haar en een donkere bril. Die verminkingen zijn trouwens niet zo dramatisch. Maar ja, dat is het idee van een 50-jarige. Als je 20 bent, denk je daar anders over. Het gezicht is steeds ontbloot. Telkens iemand je aankijkt, denk je al dat hij het ziet. Je draait je hoofd weg, durft de mensen niet aan te kijken. Als Horion 20 is, trouwt hij met de 17-jarige Antoinette. Er komt een zoontje, Dave. Ze nemen een café over. Financiële problemen lost Horion op met kruimeldiefstallen die keihard bestraft worden. Zijn vrouw verwacht een tweede kind. Nu ja, zij stond er alleen. Het tweede kind was in aantocht. Zij kon dat niet houden. Dan is Toos en wij ertussen gekomen. Ze is verhuisd. Ze is alleen gaan wonen met haar kinderen. Altijd zonder andere man. Orion is dus, meen ik, een jaar of 15 maanden in de gevangenis gebleven. Orion verlaat de gevangenis eind juli 1970. Zijn dochtertje Cathy is inmiddels geboren. Orion begint een dubbel leven. Overdag werkt hij keihard, 's nachts pleegt hij inbraken, samen met een vriend. Het zwaardere werk dit keer. Orion, en dat weet ik ook van zijn vriend en andere vrienden, is nooit gewelddadig geweest. Heeft nooit gedacht om maar enig wapen mee te doen. Riet af aan de anderen nooit een wapen meedoen. Was dus tegen geweld, was dus tegen gelijk welk wapen. Dat is altijd zo gebeurd. Dan wordt het februari 1973. Orion's collega-inbreker overvalt het kantoor van de Liberale Vakbond in Gent. Orion is niet toevallig in de buurt. Een bediende krijgt klappen, er valt één ongericht schot. Wanneer Orion later met zijn vriend wordt opgepakt voor nieuwe inbraken, draait hij meteen mee op voor de overval. Dat ene schot in de lucht wordt uiteindelijk toch fataal. Dat schot heeft gelukkig doel gemist. Maar het is precies de gevolgen van dat schot, een roofoverval met vertoon van wapens en wapengeweld, dat de zaak uiteindelijk naar het Assisenhof is verzonden. Had dat er niet geweest, dan was die zaak waarschijnlijk voor de gewone correctionele rechter op een voormiddag afgehandeld met een maximum straftoemeting van 5 jaar. De vriend krijgt 8 jaar. Hij zal later zowel voor de moorden in Sint-Amandsberg als op de vliegtuiglaan verhoord worden. In Sint-Amandsberg is hij er niet bij. In de vliegtuiglaan valt niets te bewijzen. Voor Orion is de straf ook gepeperd. 7 jaar. Zijn vrouw vraagt onmiddellijk de echtscheiding aan. Wat mij het meest trof was de vraag waarom het assisen geworden is, in 1974. Ik heb daar zitten huilen als een kind, want dat is een gevoelige snaar. Daar is het begin van alle ellende begonnen. Vrouw kwijt, kinderen kwijt, alles kwijt. Neem die zaak weg en we zouden nu naar elkaar niet moeten schrijven. Die mensen hadden nog geleefd. Omdat ik dat zo goed besef, heb ik het daar zo moeilijk mee. Ik had diefstallen gepleegd en mocht gestraft worden. Maar niet op die manier. De straf was niet in verhouding tot de feiten. En hij had dat zo geconstrueerd in zijn brein. De eerste keer hebben ze mij gehad, zoals hij dat zelf zei. Maar ik zal ervoor zorgen dat er de volgende keer geen getuigen meer zijn. Wanneer Orion in juli 1978 de gevangenis van Leuven Centraal verlaat, begint hij een nieuw leven in Herentals. De mensen waarmee hij gewerkt heeft, de ploegbazen, de directeurs, de eigenaars van de werken, zeggen allemaal, een eerlijk persoon, niet opstandig, beleefd tegen iedereen, deed overuren zonder mouwen. Kijk niet, kom was altijd correct. Niemand heeft tegen mij ooit één woord slecht verteld over Orion die met mijn naam ook inkwam, op school of werk. 'S Avonds gaat hij trainen in een plaatselijke bodybuildersclub. Hij neemt ook deel aan wedstrijden. Ja, ik geloof 2 of 3 wedstrijden dat hij voor ons gedaan heeft. De eerste was de kwartfinale van de IFBB. Dat is een overkoepelende bodybuildingorganisatie.
En daar heeft hij een prachtige tweede plaats behaald. De halve finale behield hij datzelfde jaar een vierde plaats. En ik ben ervan overtuigd dat hij als bodybuilder dus serieuze toppen zou kunnen mee scoren. Er zit een vulkaan in de sportieve beleefde man. Wanneer de relatie met een nieuwe vriendin scheef loopt, is een onnozel iets, een herentalse garagist die hem 10.000 frank lichter maakt, voldoende. De moord op Leentje Lichachevski volgt. 5 maanden later zijn Roland en Leona Steijaert, Hilde, Mieke en verloofde Mark de slachtoffers. Waarom die slachtoffers? Dat was puur toeval. Het konden evengoed de buren geweest zijn. Ik kende die mensen niet eens. Ze hadden enkel de pech van hen te zijn. Had ik een roof- of lustmoord willen plegen, dan had ik dat gedaan in Herentals waar ik woonde. Maar het feit dat ik naar Gent reed om een overval te doen, toont duidelijk aan dat ik handelde uit wraak en haat tegenover de inwoners van deze stad. Jaren voordien heb ik vanuit de gevangenis aan de gerechterlijke politie geschreven dat ik de maatschappij begon te haten. Dat motief, hoe zwak het ook is in verhouding tot de daden, ontbreekt bij Roland Feneuil. Feneuil is in 1979 26 jaar. Hij is een beroepsdief met een waslijst veroordelingen. Hij woont op nauwelijks een paar honderd meter van de villa van de familie Steijaert. Het was zo zielig dat je kon voelen dat die jongen eigenlijk, zie de moeder, zie eigenlijk ook de buurt, zie de gehele omgeving, dat die eigenlijk iets totaal anders had kunnen worden, anders had kunnen evolueren. En moeder heeft mij 1000 keer gezegd, altijd het eeuwige verhaal, het zijn de slechte vrienden, het is dat enzovoort. Het was zielig om in te zien dat die vrouw eigenlijk, en ook de mensen uit de buurt, enorm verrast waren door wat er gebeurd is. Het was dus eigenlijk geen gemarginaliseerde familie of geen gemarginaliseerde buurt. Feneuil heeft tijdens de moordpartij het fatale schot aan de jongste dochter gegeven. Wie er wie heeft aangezet om te doden, zullen we nooit weten. De psychiater die ik aangesteld heb om het geestesonderzoek te doen van Orion en Feneuil heeft in zijn verslag onder andere bijna letterlijk vermeld dat Orion en Feneuil eigenlijk een duivels duo waren, waarbij Feneuil meer de aanstoker was en Orion de uitvoerder. En als je twee dergelijke personen samenbrengt, dat dan bijna noodzakelijkerwijs moet leiden tot feiten zoals wij die jammer genoeg meegemaakt hebben. Ik vrees dat de ingesteldheid van de beide daders op het ogenblik van de feiten van die aard was dat zij alles wat kon klikken zouden van kant gemaakt hebben. Het proces in Gent verloopt in een geladen sfeer. Het gedrag van de voorzitter is partijdig. De voorzitter sprak hem met opzet altijd aan als Feneuil. En ik vroeg om hem aan te spreken als Feneuil, wat hij gewoon was. Nee, nee, zei de voorzitter, het moet Feneuil zijn, zo wordt het geschreven. Nu kan men dus iemand alles afnemen. We spreken nog wel over de slachtoffers en ik weet het wel. Maar als men dan in een eerlijk proces is, dan moet men iemand ook nog zijn naam niet afnemen. Er is ook een primeur. De onderzoeksrechter heeft een heuse film meegebracht. De toenmalige onderzoeksrechter, meneer De Jonge, heeft opnamen laten maken van dus de situatie zoals de lijken aangetroffen zijn. Ik vond dat op zich geen verkeerde wijze van instrueren en ik vond dat van de onderzoeksrechter een juiste houding. Maar het is dan, ondanks het verzet, vertoond in het openbaar. De verdedigers van Feneuil proberen voor hun cliënt een milder vonnis te krijgen. Te vergeefs, zowel Horion als Feneuil krijgen de verwachte doodstraf. We zijn in cassatie gegaan. De cassatie is ingewilligd, maar als ik u zeg dat ons voornaamste middel in cassatie dat niet meer onderzocht is, want men had een technisch middel gevonden, maar dat ons voornaamste middel in cassatie de partijdigheid van de voorzitter was, dan zeg ik dat met alle piëteit tegenover degenen die gestorven zijn enzovoort, en ook onder de magistraten. Het was geen onpartijdig proces in Gent. Dus ik heb het proces 1 dag bijgewoond, dus dat was de laatste dag, dus de dag van de uitspraak. Ik zie mij dan altijd staan aan die zijingang. Dus een ganse, massa van mensen dus die dat ook nog de dag van de uitspraak wilden bijwonen. Eigenlijk, wat dat er gezegd geweest is, heb ik eigenlijk niet zoveel van onthouden. Dus ik zat eigenlijk een beetje doelloos, doelloos mag ik eigenlijk niet zijn, maar voor mij uit te kijken naar twee individuen inderdaad.
Dus ja, nu nog altijd kan ik er mij niet inbeelden dus dat er zoiets kon gebeuren door twee personen. Dus dat gaat er bij mij niet in. In april 81 publiceert Horion zijn memoires onder de titel Monster zonder waarde. De tekst wordt in- en uitgeleid door een anonieme deskundige van wie we vandaag weten dat het chef Vermassen was, Horions toenmalige advocaat. Vermassen brak later met zijn cliënt en ging niet in op uitnodigingen om met ons over de zaak te praten. Het boekje en de begeleidende commentaar dikken de mythe Horion flink aan. Vermassen maakt van zijn cliënt een wetenschappelijk studieobject. De tekst zelf wordt door de pers afgedaan als zelfbeklag. Eén passage valt sterk op. Daar waar Horion zegt dat hij sinds de slachtpartij in Gent weer van het leven kan genieten, zolang hij niet aan de slachtoffers denkt. Dat boek is ontstaan als een opdracht van de psychiater die was aangesteld om Horion te onderzoeken in het kader van de komende assisezaak. En die dus hem gevraagd had om zijn levensverhaal op papier te zetten. En Horion heeft dat dan gedaan en beschikte daardoor over materiaal. En dan hebben andere mensen hem eigenlijk daartoe aangezet om dat verder uit te werken, om te komen tot de publicatie die we kennen. Het is dus niet zo, en het is nog altijd niet zo, dat dit boek de bedoeling had om Horion geld in het laadje te brengen. Het heeft het ook niet gedaan, want het heeft er dus geen frang aan verdiend. Na het cassatiearrest moet het proces overgedaan worden voor een ander gerechtshof. Dat gebeurt in Brugge. Het tweede proces start op 9 juni 1981. In Brugge is dat door voorzitter Laurens totaal anders gedaan. Compleet onpartijdig, ieder zijn rechten en uiteindelijk een uitslag die wij verhoopt hadden anders te zijn. Wij hadden natuurlijk niet gehoopt op een milde straf. Wij hadden vlakaf gezegd gehoopt dat er een onderscheid zou zijn en dat Fenuy aan de doodstraf zou ontsnappen en dus levenslang zou hebben. Ik spreek in de toenmalige wetgeving. We zijn daarin mislukt, ook in Brugge. Maar in Brugge was het proces compleet onpartijdig en sereen. Roland Fenuy belandt in de gevangenis van Oudenaarde, waar hij in tegenstelling tot allerlei geruchten nog altijd zit. Hij is erin geslaagd een vrijwel anonieme gevangene te worden. Hij heeft ook niet willen meewerken aan dit programma. Freddy Horion ontsnapt in mei 82 uit Leuven Centraal samen met een Nederlander. Er gaat een golf van angst door het land. Hij leeft 6 weken ondergedoken in Haarlem bij vrienden. Jackie kent hij uit de gevangenis. Met Marian heeft hij veel gecorrespondeerd. Toen hij ineens bij hen opdook, hadden ze hem gewoon binnengelaten en onderdak gegeven uit vriendschap. Hij wordt tenslotte bijna per toeval geklist bij een inbraak. Hij was op zoek naar werkkledij. Er was hem een baantje beloofd. Dat zijn dan angstige dagen. Vooral voor mijn ouders was dat dan. Slapeloze nachten. Dan, normaal gezien gaan we nooit niet te vroeg gaan slapen. Het is altijd rond de klok van 12. Maar dan herinner ik mij ook nog goed, dus dan we allemaal tezamen thuis zaten. Niet televisie kijken, maar gewoon babbelen over de familie, over de zaken, over dat allemaal. En dan we altijd vrij laat naar bed gingen. Mijn broer is er toegekomen om straks 3:30 's morgens. En van het moment dat hij stopte, hij was maar juist uitgestapt en de rechterpolitie stond al met de vraag, meneer, wat doet hij hier? En toen zei hij, moet hem bekendmaken en uitleggen waarom, de reden. En dan was geen probleem, was hij gewoon binnenkomen. In 82 ben ik Freddy Horion gaan ophalen aan de grensovergang Nederland-België na zijn ontsnapping. Op het ogenblik dat hij mij heeft gezien, heeft hij onmiddellijk gezegd, ziet Walter, ik heb niet gedood. Horion inspireert ongewild allerlei gekken. Hun mikpunt, de Steyaard. Ik kwam aan de telefoon. Er was een stem die gans verdraaid was. En ze eiste dat hier een beetje verder een sportcomplex is. Dat 2.500.000 vrouwen moest gaan neerleggen. Zo niet, engels men komt doodschieten. Ik heb mijn vrouw geroepen. Zij luistert een keer hier. Wat hij juist allemaal vertelt. En mijn vrouw weet nog een stukje van... pardon. We hebben niet geluisterd. Dan is ze bij de buurvrouw geweest en de buurvrouw is direct gevoerd bij de BOB. Een kwartier nadien heb ik een telefoon gekregen van de BOB. En die hebben mij gezegd, alsjeblieft, ga niet buiten, want we nemen dat ernstig op. Je wordt dus verboden om nog voor de venster te komen?
als 12-jarig kind voor de venster komen. U wordt nog verboden een tijd lang de tuin te betreden vooraan. Alles moet zoveel mogelijk in het geheim gebeuren, achteraan. Wij werden dus ook telkens met een wagen van de Rijkswacht naar een geheimwagen van de Rijkswacht naar het school gevoerd. We waren afgehaald op school. Dus ergens is dat dan toch. We zijn er vrij goed overheen gekomen. Dat is toch zo 6 maanden, 8 maanden, een jaar. Laat ons zeggen dat dat dus aansleept met dus constant die controles, ook nachtelijke controles. Het is een enorme beperking van uw vrijheid. Op een bepaald moment, ik ging juist mijn rolluik naar beneden doen. Mijn vrouw was al gaan slapen. Passeerde hier iemand en er was like 2 druppels water van een dader. Ik ben direct naar buiten gelopen. Ik zie hem nog gaan. Het was donker. Ik ben weer in huis gekomen, mijn vest aan gedaan, achterna gelopen. Ik heb hem niet meer herkend. Ik heb hem niet meer tegengekomen. Dat heb ik dus Sander daar vermeld aan de politie. En er was iemand die als 2 druppels water op hem leek. En de politie zelf is met hem geweest en het een verbod gedaan dat hij niet meer moest passeren. Deed hij dat opzettelijk? Opzettelijk, ja. In 1987 ontsnapt Horion voor de tweede keer. Na een intense klopjacht op het industrieterrein van Haasrode wordt hij weer ingerekend. Ik heb Horion leren kennen naar aanleiding van het feit dat hij bij een ontsnappingspoging een fiets stal. En de man was dus met een gestolen fiets aan het rondrijden op het industrieterrein in Haasrode toen hij werd opgepikt door de Rijkswacht. Daarvoor heeft hij nog eens extra 3 maanden gekregen. Omwille van het feit dat hij dus de ontsnapping heeft gedaan met een gestolen fiets. Sinds 1987 heeft Horion Leuven Centraal niet meer verlaten. Maar hij bezit de geheimzinnige aantrekkingskracht die van moordenaars kan uitgaan op de buitenwereld. Horion is een groot brievenschrijver geworden. Een van zijn correspondenten was Herman de Koning. Maar mediabelangstelling is een tweesnijdend zwaard. Het moet duidelijk zijn dat voor Freddy Orion dit geen pretje is, zo'n uitzending. Op de eerste plaats wil hij liefst niet dat de naastbestaanden nog eens worden geconfronteerd met die feiten. Op de tweede plaats wenst hij ook niet dat hij zelf in de belangstelling komt met dit soort feiten. Voor de man zijn er ook 20 jaar voorbij gegaan. En hij wil toch wel trachten om zijn leven nog een oriëntatie te geven waarin dit zo weinig mogelijk een rol speelt. Ik ben inmiddels ook 20 jaar ouder en wijzer geworden natuurlijk. Ik handelde destijds uit wraak- en haatgevoelens. Die gevoelens zijn er echt niet zonder redenen gekomen. Ik heb altijd, van kindsbeen af, in de hoek gezeten waar de klappen vielen. Maar wat ik nu aangericht heb, is niet in verhouding met wat ik zelf meegemaakt heb. Wat weegt de ellende die ik meemaakte op tegen het leed dat ik aangericht heb? In zijn omgang met medegedetineerden is Freddy een man die een bepaald respect afdwingt. Ik denk dat dat komt door de persoonlijkheid die hij is, datgene wat hij uitstraalt. Het is een man die makkelijk is in de communicatie met andere mensen. Het is niet een man die snel driftig is of begint te schreeuwen of dat soort dingen. Het is iemand die wat dat betreft een stabiele persoonlijkheid, zo komt hij mij over. In het begin van de jaren 80 studeerde ik rechten en wij moesten corresponderen met gevangenen en zo heb ik dus Freddy leren kennen en van het een is het andere gekomen. Ik heb hem de eerste keer in de gevangenis bezocht en hij heeft een erg vriendelijke en charmante indruk op mij gemaakt en hij leek ook heel intelligent. Zijn relatie met zijn vriendin is hem zeer kostbaar. Dat is echt een steunpilaar in zijn leven, denk ik. Het was geen liefde op het eerste gezicht. Het is stilletjes aan gegroeid. En voordat je het weet, zit hij in een uitzichtloze situatie. Freddy heeft een vriendin. Heeft hij al meer dan 15 jaar een relatie mee. En zijn vriendin komt regelmatig op bezoek. Maar u begrijpt dat is natuurlijk aan beide kanten moet dat zeer pijnlijk zijn als je een relatie opbouwt en je kan niet nader tot elkaar komen. Privacy met Freddy. Ja, we mogen elkaars hand vasthouden, dat is al, gedurende al die jaren. Het grote probleem voor Horion is nu nog altijd dat hij een ontzettende symboolfunctie heeft. Hij wordt zo'n beetje beschouwd als de eerste seriemoordenaar in dit land.
De feiten waren uiteraard verschrikkelijk spectaculair, dramatisch, tragisch en onherstelbaar. Het waren 5 doden in 1 keer. Achteraf is gebleken dat er nog een voorgaande was. En Goyon is werkelijk verschenen als het grote monster voor het Hof van Assise. Hij heeft dan zelf in een poging om niet om zich te rechtvaardigen, maar om uit te leggen wat er is gebeurd, daar zelf nog een schep aan toegevoegd door zijn autobiografie te schrijven. Maar dit alles maakt dat ook nu, 20 jaar na de feiten, hij nog altijd die symboolfunctie heeft. En daarbij komt dat nu heel het Dutroux gebeuren een nieuwe weergalm geeft aan die symboolfunctie. Zodat eigenlijk hij op dit ogenblik opnieuw in die rol geduwd wordt van die man die 6 mensen heeft vermoord zonder duidelijke redenen. Daar waar we nu staan voor een man die 20 jaar ouder is, die toen 30 was en nu 50 is. En die fundamenteel, denk ik, veranderd is. Freddy is natuurlijk erg veranderd. Gedurende de jaren heeft veel cursussen gevolgd. Onder andere Nederlands, Frans, computer. Je kunt dat vooral zien aan de brieven. Als je die vergelijkt, de beginbrieven en de brieven van de laatste jaren. En hij is iemand die goed op de hoogte wil blijven van alles wat in de wereld gebeurt. Hij kijkt ook tv, wel selectief. En de tv die gebruikt hij eigenlijk als een soort oog naar de wereld toe. Dat is voor hem het medium waardoor hij kan zien wat er buiten gebeurt. Het is niet een man die zal kijken naar soaps of naar allerlei soorten quiz. Daar vult hij zijn tijd niet mee. Hij wil echt zijn tijd ook zinnig besteden. Freddy maakt nu kussentjes voor vissersmanden. En daar verdient hij zo'n 7.000 à 8.000 frank per maand mee. Freddy heeft eigenlijk de houding dat hij niet thuis wil geraken in de gevangenis. Hij wil eigenlijk altijd het besef houden van dat hij het daar niet naar zijn zin heeft. Het lijkt alsof hij een zekere een vrees heeft om zich thuis te gaan voelen binnen het gevangen. Dat zie je bijvoorbeeld op momenten als daar bijvoorbeeld een barbecue georganiseerd wordt. Dan heeft hij zijn houding van ja, een barbecue, dit is niet de plaats voor barbecues. Wat ik doe, ik haal mijn stukjes vlees en ik trek me terug op mijn cel. Hij wil altijd het besef houden, of het verlangen houden om toch ooit buiten te komen. Dat is voor hem waarschijnlijk een van de zwaarste klappen die hij gekregen heeft tijdens zijn detentie. Het is vast te stellen dat, ondanks het feit dat hij zijn kinderen niet heeft kunnen opvoeden, dat er blijkbaar toch daar iets is doorgegeven dat hij uiteraard ook niet kan bepalen op welke manier dat gebeurd is. Waarbij dus zijn zoon helaas dezelfde pad is opgegaan. Dave loopt te koop met zijn afkomst. Hij is er op zijn manier trots op. Zijn vader wordt dan ook niet verrast door de misdaad van zijn zoon. Hij had ze zelf en met grote bezorgdheid voorspeld in een brief aan een begeleidster. Zijn zoon is ook een week, 14 dagen dacht ik, op bezoek geweest bij Freddy in de gevangenis. Na de eerste daden die er gebeurd waren. En in die tijd heeft Freddy naar mijn inzicht geprobeerd om zijn zoon, om een relatie te bouwen. En als vader te zijn voor zijn zoon. Misschien is het gelukkig geweest dat men daar onmiddellijk heeft ingezien dat wat die jongen betreft er helemaal geen vrije wil meer aanwezig was. En men heeft dus Dave geïnterneerd, wat dus tot gevolg heeft dat hij zeker zoveel kans maakt om heel lang gedetineerd te blijven dan iemand die daarvoor wordt veroordeeld. Goyon heeft straks meer jaren in dan buiten de gevangenis geleefd. Hij heeft nog geen dag penitentiair verlof gekregen. Begin van de jaren 90 liet ze mij uitschijnen dat Freddy dus na 14 jaar toch eens een dag vakantie zou kunnen krijgen. Maar er is nooit iets van gekomen. Voor Freddy Goyon is op dit ogenblik niet de brandende vraag, kom ik nu vrij? De vraag is, kom ik ooit vrij? En dat is denk ik het drama op dit ogenblik. Dat is dat hij iemand is en een van de weinige gevangenen die geen enkel zicht heeft op zijn toekomst. Het ergste, dat ik eigenlijk na al die jaren ook geen enkel vooruitzicht heb, dat ik in feite ook levenslang heb gekregen.
Op dit ogenblik is het de bedoeling van minister De Klerk om het hele probleem van de voorwaardelijke invrijstelling, dus van het strafeinde, van dat toe te vertrouwen aan een commissie. Het is nog geen rechtbank. Bestaande uit een magistraat, een advocaat en iemand van het departement, van de administratie van het bestuur van strafinrichtingen. Die zouden dus alle elementen die de minister nu zelf verzamelt, zouden zij verzamelen. Zij zouden alle mogelijke adviezen inwinnen binnen de gevangenis, buiten de gevangenis, inclusief de adviezen van de slachtoffers of hun familieleden, om dan een voorstel tot invrijstelling te formuleren of uit te spreken. Dat wil zeggen dus dat zij de mogelijkheid zouden hebben om voorwaardelijke invrijstelling te bevelen onder zeer strikte voorwaarden, rekening houdend met alle elementen van het dossier. Maar als u het aan mij vraagt, zou vragen als mens, zal Freddy ooit hervallen? Dan zou ik zeggen, nee. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar ik kan daar natuurlijk geen oordeel verder over geven. Freddy Herbina? Nooit. Waar halen ze dat toch? Men, denk ik, zou vaststellen dat die man op die 20 jaar die in hechtenis is, zich gedragen heeft als iemand die niet het monster is waarvoor hij doorgaat bij de publieke opinie. Dat het iemand is die tot een vrij sterke bezinning is gekomen en die inziet dat wat hij dus gedaan heeft totaal ontoelaatbaar is. En die, denk ik, iemand is die in aanmerking gaan komen om onder bepaalde voorwaarden, mits respect voor de rechten van de slachtoffers, wat zeer belangrijk is, kan in vrijheid komen zonder dat daar voor de maatschappij, denk ik, zeer zware risico's aan verbonden zijn. Ik zet geen stap meer in het Vlaamse landgedeelte. Het liefst zou ik België verlaten. Ik ken een directeur van een hulporganisatie. Ik zou bijvoorbeeld iets in die richting willen doen. Nog iets proberen goed te doen voor gehandicapten in verre landen. De slachtoffers kunnen hun mening niet meer geven. De achterblijvers wel. George die heeft nog een 14-tal dagen voor zijn dood aan mijn dochter verteld dat hij nog altijd niet over kon. En dat hij volledig nog altijd kapot was van heel die zaak. Papa die vond dat ze hem niet erg genoeg konden straffen. En ik, voor mij heeft hij mijn moeder afgepakt. Levenslang opsluiting is vrij erg. Normaal gezien wens ik dat niemand niet toe. Vroeger niet en het is moeilijk voor te zeggen, nu nog altijd niet. Maar toch mogen we zeker niet uit oog verliezen hetgeen wat er hier gebeurd is. Dus op die bewuste zaterdagavond, dat is ongelooflijk. Automatisch weten toch dat je gaat vrijkomen, maar wij zelf, bij ons is het levenslang. Volgende week ploegen we een stukje Vlaamse economische geschiedenis om met de historie van Lieven Gevaert. Een American Dream die zich afspeelt in Mortsel. Het verhaal van een autodidact die eind vorige eeuw met de productie van fotopapier start. Maar Gevaert, het type van de verlichte industrieel, heeft ook nog een andere agenda. Als flamingant en fervent katholiek ijvert hij voor de opvoeding van een nieuwe Vlaamse elite. Hij wordt de scholenbouwer van Antwerpen. Arbeid Adelt, volgende week in Historisch. Hij interesseerde zich voor de invloed van het licht en alles. Hè. En, want als leerling op school was papa niet zo'n uitblinker. Dat was een middelmatige leerling. Ontspanning. Oh, hengelen, hè. Zoals u ziet op de foto. Hij was toch de eerste werkman van de fabriek. Hij is begonnen thuis in de kamer.